Mensen die slachtoffers zijn geworden van wateroverlast in Brocopondo kijken uit naar een vergoeding vanuit de regering. Bewoner Gladys Jonas van het dorp Tapuripa vertelt dat ze geen raad meer weet gezien haar huis tot een meter hoog onder water lag. Tijdens een bezoek van onze nieuwsdienst aan het district vertelt vertelde Jonas dat het s'avonds moeilijk slapen is. Het water in haar huis ligt niet meer zo hoog. Echter is ze daarmee niet geholpen. Jonas zegt dat het pijnlijk is dat je als Surinamer op eigen kosten een huis opzet en zonder enige mededeling vanuit de regering de spuikleppen van de Affobaka-stuwdam worden geopend. Hierdoor heeft ze geen voorbereidingen kunnen treffen om haar bezittingen uit het huis te halen.

mi wan sab sana for sa juwi ne sri banen to i know a hok me ta anga mi khosen mi danga aitis maina osof mi i know i know hok wetang, mi mi fesi a de bora i sal dank NDPA ndp abe me na sal mi fen pot mi spela ha da me mi abis la plus nachte sama op sana op losen wo feni Ze vinden dat de gemeenschap daar niet gebukt mag gaan onder een slecht beleid dat is gevoerd door staatsolie, die verantwoordelijk is voor de stuwdam. Jonas ziet graag dat het bedrijf zich verplaatst in de schoenen van de getroffenen. allah mispele da bakase mi udumi alais baring alah desandat sungu unumango pu demi misaba machine asungun goluko dapi mi was machin bedadoorosoi mibe waskrosi abrokko da watrakbamigotike anuma roko mor maawan clair kas mat cleir e kas ana osoidesmasayep mi pur delai denobamapur ala desani dang surat dat libina ons na nga tuant meubel alles aan dat wat rapporting dus we wensen ze naar verkoeden ze naar lek libisma me kunnen libisma ons heeft basem kleur maar wala libisma na gado ze nu konja en gado sa saida ze nu konja mek de doju mek de kota kan lek libisma mek de abifiri fu lek fu abifiri fu srefi kan je dan ook vieren jullie abjiring dan mek de abvieren voor wie mek de kota kan gaan wie voor naar mooie vrouw naar deze of nee, Jonas vindt het jammer dat er eerder door staatsolie was aangegeven dat ze een inventaris zouden maken van het verlies van de bewoners. Maar tot nog toe is niets daarvan terechtgekomen. Ze voelt zich aan haar lot overgelaten en geeft aan dat het huis niet bewoonbaar is. We zien veel ongedierte zich nu daar ophouden.